morgen, 15 en 16 september, is er in Nieuwe Niedorp Floralia. En dit jaar is het thema sprookjes. Het is dus eigenlijk het sprookjesdorp Nieuwe Niedorp dit weekend. Jong en oud kan kijken naar allerlei mozaïeken in een thema. En het thema sprookjes. Dus je zal, zoals achter mij zien, de glaarste kat. En ik sta hier even met Meerte en Amy. En ik ga heel even vragen of zij al meer hebben gezien. Want ik weet eigenlijk nog niet zo goed welke andere mozaïeken er zijn. Meerte, heb jij al meer gezien? Ja, er staan al heel veel andere mozaïeken. Zoals... Hans en Grietje en Roodkapje en ja, dat en Rapunzel ook nog. Wauw, en welke heb je nog meer gezien? Sprookjesboeken ook nog en Door Roosje en de Boze Wolf. Wauw, heel veel dus eigenlijk. En we staan natuurlijk niet zomaar op dit plekje, want ik vroeg net aan jullie waar gaan we staan, bij welke, en toen zeiden jullie bij die van ons. Ja. Want die van achter hier, meis, ja, die is van jullie. Hebben jullie ook meegeholpen? Ja. Ja? Ja. Was het moeilijk? Op zich wel. Want je moet natuurlijk ook de juiste bloem uitzoeken. Want sommige zitten allemaal gele dingetjes. En dan moet je die er een beetje uithalen natuurlijk. Oké. Okay. En hoe komen jullie aan dit plaatje van de geluisterde kat? Waarom hebben jullie deze gekozen? Nou, we gingen eerst naar een vergadering. En dan mocht je een idee meenemen. En dan hadden allemaal mensen een ander idee en dan gingen we stemmen en dat werd de geluisterde kat. Ik sta hier met... Brian Jongin. En jij bent de ontwerper van deze mozaïek? Ja, dat klopt. Nou, we hebben eigenlijk met de hele groep nagedacht over wat we moesten gaan maken. En we hebben, het thema dit jaar was sprookjes. Maar er werd al geadviseerd van denk out of the box en niet alleen aan een sprookje. En toen zijn we met een clubje bij elkaar gezitten. En toen kwam eigenlijk iemand op het idee van, kunnen we niet iets met groene stroom doen? Dat het eigenlijk niet groen is. Ja, want eigenlijk zit er een achterliggende gedachte achter deze mozaïek, hè? Ja, precies. Wij willen er eigenlijk mee zeggen dat ze zeggen altijd dat groene stroom groen is. Maar wij willen er eigenlijk mee zeggen dat het niet zo is. Ze kappen bomen om, verschepen dat. En daarna gaan ze dat verbranden om daar maar energie op te wekken. Maar eigenlijk is dat... helemaal niet goed voor het milieu, want daar is het geplant en niet daarvoor allemaal weer nieuwe bomen en er worden allemaal bossen omgekapt. Dus zo groen is dat eigenlijk helemaal niet. Nee, dat zien we hier achter natuurlijk eigenlijk ook. Inderdaad, het omkappen, het vervoeren en het verbranden. En dan zien we aan de zijkant wel nog even Pinocchio erbij, want dat is waarschijnlijk wat jullie moesten maken qua thema. Ja, precies. We moesten toch iets met een sprookje doen. Dus dan hebben we Pinocchio die ligt en dan we hebben de tekst daar ook een beetje op aangepakt. Best wel heftige tekst trouwens. Ja? Ja. Ja, ik weet ook eigenlijk niet wie me bedacht heb in de groep, maar ik ben nooit zo van de teksten. Volgens mij Timo. Nee, ik heb hem. Oh, Manuke. Daar hoor ik, Manuke heeft hem bedacht. Maar wel een heel mooi statement. En ook wel een statement wat natuurlijk gewoon gaaf is om nu te kunnen maken, of niet? Ja, zeker weten, ja. Ik zie een sprookje wat ik eigenlijk niet ken. Kas, daar staat het oranje sprookje. Wat is dat voor sprookje? Een Nederlands sprookje. Nederland naar het WK. Ah, dus eigenlijk is het niet een Gebroeders Grimm sprookje, maar een ander soort sprookje. Het gaat over? Nederlands voetbal. Want je hoopt dus? Dat Nederland naar het WK gaat, maar dat gaan ze niet. Ik sta hier met? Chantal Kwaadvlieg. En wat is jouw rol vandaag, of dit weekend eigenlijk? Ik ben eigenlijk sinds dit jaar de nieuwe voorzitter van het hele evenement. En je rol is heel breed. Ik doe van alles, maar ik ben in ieder geval het hele weekend hier aanwezig. Voorzitter, dus dat betekent dat je al heel lang hiermee bezig bent. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dat gaat het hele jaar eigenlijk bijna door. Sowieso met elke maand een vergadering. En hoe meer je naar het evenement toe gaat, hoe meer erbij komt kijken. En hoe meer je aan het overleggen bent en dingen aan het doen bent. En hoe komen jullie bij het thema sprookjes? We hebben in het beginjaar eigenlijk nooit thema's gehad. En uiteindelijk hebben we het zo gedaan. Je hebt één keer in het jaar een ledenvergadering, noem je dat dan. En dan mogen ook alle bewoners van het dorp komen en groepen die meedoen. En ze hebben toen een keer in het leven geroepen, zat ik nog niet in het bestuur, om te kijken hoe dat zou bevallen als er één thema zou zijn. En dan gaat het eigenlijk via stemmen. Eerst worden er al mailtjes verstuurd met allemaal thema's waaruit gekozen mag worden. Daaruit wordt weer een top 10 gemaakt en uiteindelijk een top 3 en op de vergadering komt daar een gekozen thema. Nou, ik zit hier bij een prachtig mozaïek, zoals jullie achter mij kunnen zien. En dat is gemaakt door deze drie. En hoe heet jij? Isa.
En jij? Romee. Liz. Isa, Romee en Liz. En hoe oud zijn jullie? Ik ben 7. 6. 5. Wauw, en wat ziet het er mooi uit achter mij? Wat zie ik allemaal achter mij? Een pony, een prinses, een prins, kasteel, een pad naar kasteel en een draak. Wauw, en? En een paddenstoel. En een paddenstoel. En wie heeft dit allemaal bedacht? Jullie met z'n drieën? Nee, dat hebben onze ouders gedaan. Jullie ouders. En jullie hebben het wel gemaakt, toch? Ja. En hebben papa en mama geholpen? Ja. En hebben jouw papa en mama ook geholpen? Ja. En wat heb jij gemaakt? De prinses. Het meest helemaal heeft zij helemaal alleen gemaakt. En ik heb eigenlijk zo'n beetje alles gemaakt. Jij hebt geholpen bij alles. En jij ook bij alles? Ja, ik heb bij alles geholpen, maar het neus van de paddenstoel, die heb ik bij helemaal gemaakt. Ik sta hier met? Joep den Bogert. En bedenker en maker van wat ik achter mij zie, welke mail zie ik? Vooral medewerker. Medewerker, oké. Okay. En wat zie ik achter mij? Een mozaïek voor de Floralia. En ja, dit jaar is het thema sprookjes. En nou, ons creatieve brein die heeft bedacht dat wij door het hele dorp een aantal te koop borden met wat onrealistische prijzen voor veel te grote huizen hebben staan. En dan komen de mensen hier en dan komt er een bordje voor te staan met sprookjes bestaan niet. Dus, en dat heeft al heel wat ophef en reuring in het dorp bezorgd. Oh, dus er zit echt een achterliggende gedachte. Ja, klopt. Dat is natuurlijk wel een big issue de laatste tijd. De grote woekerprijs op de huizenmarkt. En dit is een beetje een parodie daarop eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk ja, wel het sprookje van de grote boze wolf, ja. Maar even met wat toelichting eigenlijk. Met een kwinkslag. Ja. Ja. Superleuk. Nou, mag ik weer naar beneden nu? Hey, dankjewel hè. Ja, graag gedaan.